Alleen wegens opname. Het is positief, dus plus is plus plus matcht. Ja. Celtic TV, interview nummer 2, Dario Cordeiro. Dario, mooie wedstrijd. Goed gefeliciteerd met die wedstrijd, zal ik zeggen. Dankjewel. Voor mij lijkt het altijd moeilijk. De beurtrol die er moet gebeuren. Er is wel duidelijkheid van de coach. Maar dan toch vandaag vind ik, om je elke keer op te laden, om zo'n stevige wedstrijd te spelen. Is dat gemakkelijk? Gaat dat vanzelf? Gemakkelijk. Nee, ik vind niet. Alleen, we moeten altijd trainen. En in de beginning van het seizoen, coach heb ik gekozen voor Jordi. Alleen, ik vind, in al mijn carrière, ik heb nooit gevonden een coach dat moet op de beginning van het seizoen een keeper kiezen. De beste keeper in de beste moment van het seizoen moet spelen. Maar hier de dingen zijn verschillende, dus ik moet wachten voor mijn chance. En als ik mijn chance krijg, moet ik een goede wedstrijd maken. Zo coach volgende keer gaat twijfelen tussen de twee keepers. Ja. Dat zie ik. Is het dan toch een beetje on-Belgisch met deze coach? Want voor mij persoonlijk... Dat is niet normaal. Want is normaal, want tot hier, tot nu, ik heb nooit gespeeld. Vorig jaar ik was nummer 1 in Marlo West. Maar op een moment van de seizoen was ik niet goed. Iedereen kan beter of slechter zijn. Was ik niet goed en de coach heb gewisseld. Zo simpel was dat. En dan de speler heeft gespeeld. En dan was hij ook niet goed. En de coach heb terug gewisseld. En ik heb mijn chance gepakt tot het einde van de seizoen. Ja. En dat is het. Hè. Lijkt het me dan een leukere keuze als doelman te zijn? Nu, hè, we hebben twee evenwaardige doelmannen. Jordi is een goede doelman, u bent een goede doelman. Is het dan leuker om te zeggen van oké, misschien in het begin van het seizoen is er een keuze gemaakt. Ik weet dat vandaag de keuze is gemaakt van u te laten keepen, omdat straks de bekerwedstrijd eraan moet komen. Is het dan leuk om te weten van oké, daarin vandaag moet je er staan om een beetje een wedstrijd terug onder spanning te krijgen naar die bekerwedstrijd? Is het dan een fijn gevoel om mee te nemen van oké, ik heb deze wedstrijd gekregen om woensdag klaar te staan? Ik moet spelen. Anders heb ik geen tempo, heb ik geen wedstrijdritme. Dus als ik, dat vind ik ook is goed, want als ik moet spelen, de coach moet mij met de ploeg om routine. Ik ken mijn matches bij de training en zo. Maar een ding is training en een ander ding, 100% verschillende dingen is te spelen. Ja. We hebben gisteren vandaag gezien. Bijvoorbeeld de tweede komt van die andere in de vrije trap. P heeft mijn linkerflank gepakt en ik heb niks gezien en dat was binnen. Als ik speel meer, of misschien Jordi hebt een verschillende manier om te positioneren. Dat is de verschillende met spelers. Als je speelt of je speelt niet. Ja. Is het niet gemakkelijk. Dus het zijn inderdaad, ja, dat klopt. Het zijn inderdaad die kleine randdingetjes die voor een doelman belangrijk zijn, die je er maar in krijgt als je week na week met dezelfde defensie voor je staat. Ja, oké. Voor mij was het ook vreemd om die keuze te zien van de coach, van te zeggen van oké, ik ga gebruiken de keeper van het moment in doel te zetten. Als ik Jordi voor de camera heb, stel ik die vraag dan ook altijd. Ambities dan naar het volgende jaar toe? Ik denk, is dit een goede situatie? Kan deze situatie nog verder? Ik denk dat. Eerst die ambitie voor deze seizoen, voor mij, is de beker. Want de titel is binnen. Moet niet, dat kan niet anders zijn. Dus nu denk ik gewoon op de titel en de beker. Volgende jaar, ik weet nog niet, want we moeten nog praten. Of niet, ik weet nog niet. Maar
zeker bij de kwaliteit dat wij hebben in deze ploeg, wij gaan zeker, ik hoop dat wij gaan zeker spelen voor de voor in hoogste niveau, want wij hebben niet in ploeg gewoon om te spelen voor de om niet terug in de tweede divisie te komen. Dus de eerste divisie is een 100% verschillende divisie, manier om te spelen. Is niet gelijk als tweede divisie en deze is een goede tweede divisie. En daar, als ik ben terug tweede keeper, gelijk als zesde jaar, moet ik gewoon hopen dat ik mijn kans krijg en ik mijn plaats pak ook. Dus eigenlijk een samenvatting is het, als we dan de rest van het seizoen bekijken, ligt uw streefdoel bij de beker. Dan heb je het voordeel dat we zowel beker van Limburg als beker van België nog hebben. Dat zijn twee bekers. Dus dat is een mooi doel als doelman. En dan nu wel, want wij hebben meer wedstrijden tot december. We hebben gewoon twee wedstrijden gespeeld voor de beker. Niks van beker van Limburg, dus ik heb minder gespeeld. Nu, als ik moet meer spelen, ben ik meer motiveerd. Niet motiveerd, want ik ben altijd motiveerd dat ik moet spelen. Zelf voetbal is mijn hobby, is mijn passie. Dus. Maar nu probeer ik in vorm te zijn, zo ik kan mijn best bij deze ploeg meegeven. Ja. Neemt je het dan ook mee om te zeggen, beker is mijn doel. Gaat je er dan op waken dat als de coach even misschien naar links kijkt, ga jij dan de spelersgroep wakker schudden van kijk, dit is mijn moment, ik heb jullie allemaal zeker nodig? Vandaag dat was mijn bedoeling. Ik heb mijn chance gekregen. Gewoon om een beetje ritme, een beetje tempo te hebben voor woensdag. Maar ik pak mijn chance. Ik ben geen, ik weet dat woensdag ik ga spelen, dus vandaag moet ik niks doen. Nee, ik ben niet zo. Ja. Als ik moet spelen, ik moet spelen. En ik speel als nummer 1 was of mijn laatste wedstrijd was. Ik wil spelen, spel is mijn ja. Dus eigenlijk als besluit mag ik voor u wensen dat we zo lang mogelijk zowel beker van Limburg als beker van België spelen. Ja. En als we ons volgend jaar samen in eerste zitten, dat de coach dezelfde keuze maakt om te zeggen ik kies de doelman van het moment. Hoop ik. Dan gaan we daar naar uitkijken om die utopie naar volgend jaar te nemen. Oké. Dank je voor het interview. Alright.